Dag, mijn lieve solstertjes. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve steenbok voor juni 2022. Het is een algemene reading, dus neem wat voor je past en laat de rest liggen. Kijk zeker ook naar Zerwil ten Jamaan, Jan Venus, of dan wel je ascendant staat. Like, deel, abonneer, klik op het belletje, blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. We gaan nu naar de 10.000 abonnees. Ontzettend bedankt voor alle nieuwe leden. Het is gratis. Mocht jij resoneren met deze video's, abonneer je en laat mij weten dat je resoneert met de boodschap. Ik ben de komende maand niet te boeken voor privé-readings, dus vanaf juli mogen we weer. We gaan eens even zien. Ik heb cadeautjes geven en ontvangen. De kunst van geven en ontvangen, ervoor openstaan. Een evenwicht vinden daarin. Cadeautjes geven en ontvangen. Oké. Ik heb fantasie. Gebruik je fantasie. Je bent voor de maan aan het reiken. Je bent nieuwe dingen aan het aantrekken, aan het manifesteren. En gebruik daarbij je fantasie. Wees creatief. Denk zo wild en zo mooi als dat je kunt. Oké. En dan heb ik een tot het uiterste gaan. Voor mij is dit de dwaas. Een sprong in het onbekende. Een nieuw begin. Tot het uiterste gaan. Oké, een 9. We gaan het zien. Dus een nieuwe sprong. Rijk voor de manen, gebruik je fantasie. En geven en ontvangen moet in balans zijn. Oké. Wat is de energie voor mijn lieve steenbok? Voor juni. De 8 van staven. Normaal is het communicatie, versnelling, positieve beweging vooruit. Hier is het even stop. Pas op de plaats. Er is stress. Er is of te veel communicatie, te veel dingen tegelijk, waardoor er stress is. Of er is iets dat niet het succes krijgt. De groei leeft, groeit zoals je wenst. En wat heb ik? De 7 van kelken. Dromen, opties, mogelijkheden hebben, maar daardoor niet kunnen kiezen. Dit is een beetje een emotionele verwarring. En een beetje stress heb ik hier. Iets dat niet vooruit gaat, niet groeit zoals gewenst. Even pas op de plaats. Wat gaan we nu doen? Wat gaan we nu kiezen? Oké, de duivel. Onderop. Neem de tijd en herzie de situatie. En dan heb ik een nieuw begin, tastbaar en concreet. Dat in de sterren geschreven stond. Wauw, de zon. De gelukkigste kaart. Een balans vinden. Ze gaan de goede kant op, maar hier zijn we een beetje in de war van, oké, maar welke kant is het? Welke sprong moet ik nu wagen? En het creëert een beetje stress. Oké. Wat is de uitdaging? De gehangene visenergie. Bekijk de situatie vanuit een ander perspectief. Dit is inderdaad een beetje een gevoel vast te zitten. Even geen kant op te kunnen. Maar je ook overgeven aan de situatie. Waardoor je de situatie vanuit een ander perspectief, vanuit een hoger perspectief wellicht kunt bekijken. Maar dat is wel de uitdaging. De uitdaging zit hem ook in, want hij komt hier ondersteboven. Dit is heel eigenwijs. Dit is iemand die geen raad aanneemt van anderen. Ben jij eigenwijs en probeer je de dingen op jouw manier te doen, waardoor je geen beslissing kunt nemen. Verwacht blijft. Er is hier iemand die eigenwijs en koppig zijn eigen ding doet. En dat is de uitdaging. Oké, wat is het advies? Precies alsof je een droom hebt en dat je... Dat ziet er zo uit, dus zo wil ik het ook hebben. Maar ik heb het gevoel dat je daarbij dus je creativiteit en fantasie nog een beetje moet gebruiken. Maar dus ook moet luisteren misschien naar ideeën van anderen, opinies van anderen. Wauw. Het advies is een droom en wens die in vervulling komt. Dus droom. Droom zo hard als dat je kan. En creëer de veranderingen die nodig zijn, die daarbij passen. Beslis. Je hebt hier een helderheid. Oké, ben benieuwd. Wat is dan de uitkomst? Zo, een droom die uitkomst. Vind ik al een mooie uitkomst. Voilà. Een nieuw begin, tastbaar en concreet. Een financiële meevaller. De volgende fase binnen een relatie, maar dat tastbaar en concreet is. Want dit is versterkte banden. Dit is tastbaar. En de 9 van staven.
De negen van staven is de gewonde strijder. Maar zeker in de uitkomst... Rust en herzie staat er hier weer. Die had ik net ook. Het voelt deze, bij deze voelt het juist meer als een soort van innerlijke rust. De nieuwe stabiliteit, het nieuwe begin, de financiële meevaller, wat het dan ook is. Het geeft rust, waardoor je even terug kunt trekken, precies. Want het is een zware periode geweest. Je bent er niet ongeschonden uitgekomen. Dus neem tijd. Ik heb hier twee negens, dus we zitten wel in een afrondingsfase voor de sprong in het onbekende. We gaan er naartoe. Ik heb onderop de keizerin. Stier in Venus, energie. Ze is hier wel ondersteboven. Dus dat kan spreken over een gescheiden persoon. Iemand die financieel of emotioneel niet helemaal stabiel is. Afhankelijk, zich afhankelijk voelt. De keizerin, ja, recht overeind is een schitterende energie van ja, zelfvertrouwen. In zelfliefde, in onvoorwaardelijke liefde, geeft, creëert, manifesteert, overvloed. Spreekt ook over groei, persoonlijke groei, maar ook financiële, materiële groei. Maar ondersteboven is er precies een soort van instabiliteit. We gaan het zien. Dus, we hebben veel dromen, maar we kunnen niet kiezen. Het werkt niet zoals we het in onze dromen hadden. En toch, ik heb hier een droom die uitkomt. Dus we gaan van dagdromen naar... Oké, okay, we zitten te wikken en te weven. Nou, ik mag blijkbaar nog niet eens vragen. Oeh. Oké. Ik heb de prins of prinses op het witte paard, de ridder van Kelken, vis, kreef, schorpioen, energie. Dit is iemand die komt met een liefdevolle boodschap, een verontschuldiging, een aanzoek. Want ik heb de hoogpriester. Stier, energie. Voor mij is dit commitment. Dit is een stabiliteit op de langere termijn, een huwelijk, een langere termijn connectie. Officialisering, contracten. Dus er is hier positief nieuws dat stabiel naar de toekomst wilt. Maar het creëert wat intern conflict. Of extern. Misschien zijn het er mensen niet mee eens. Maar dit creëert conflict. Dit is ook iemand die wilt winnen ten koste van alles. Die gaat over lijken als het moet. Dus dit is iemand die heel gedetermineerd is. Weet wat hij wilt. En ik heb de drie van pentakels. Dit is wel tegenstrijdig. Dit is iets constructiefs op de langere termijn. Dit niet. Ongelukkig in de liefde, iets, nee, wat zeg ik nu? Ja, niet constructief, halfslachtig. Dit is een partnerschap, een collega's. Binnen een huwelijk, binnen een connectie kan het zijn dat het inderdaad dat je een beetje als collega's door het leven gaat. Iedereen heeft zijn eigen taken, zijn dingen. Maar dit voelt niet constructief. Dus ik heb hier iemand die iets constructiefs wilt opbouwen. En ik heb iemand die daarvoor helemaal in zijn hoofd schiet. Niet kan kiezen, niet beslist. In de war is. Omdat niet... Het lijkt mij niet constructief naar de toekomst. Er is wel communicatie, het creëert wat stress. Even stop, pas op de plaats voordat je beslist. Oké, nou. Dat is ook wel de uitdaging. Verklaar de gehangene in de uitdaging voor mijn lieve Steenbok. Ondersteboven. Breek los van kettingen die je niet meer dienen. Verslavingen, patronen. Neem de teugels in eigen handen met de zegenwagen. Boogschutter energie. Communiceer. Ja, je ligt er wel een beetje van wakker. Ik heb hier inderdaad iemand die echt wel weet wat hij wilt en snel wilt. En toch heb ik hier iets dat heel veel energie kost en mij niet constructief lijkt. Ergens krijg ik het gevoel dat je een beslissing moet nemen vanuit zelfliefde en zelfzorg. Dus we hebben inderdaad communicatie, versnelling, vol gas vooruit. We willen snel, het gaat snel. Vol gas vooruit, het zijn hele versnellende energieën.
En toch heb ik stilstand. Het vastzitten. Dus voor mijn gevoel zijn dat twee verschillende energieën. Er is iemand die heel snel vooruit wilt en de ander die vastzit. Het losbreken van deze kettingen met de duivel. Dus ondersteboven. Vrij van angst, vrij van patronen. De duivel ondersteboven kan soms spreken over het profiteren. Een profiteur. Maar ja, losbreken van kettingen. Er is iemand die geen angst heeft om vooruit te gaan hier in ieder geval. En ik heb de aas van kelken, maar wel ondersteboven. Dus dat is inderdaad een nieuw begin in de liefde of een hernieuwd begin. Een nieuwe fase, oké. Ondersteboven kan het spreken inderdaad over verwarring vanuit op gevoelsmatig niveau. Een geremdheid op emotioneel niveau. De emoties vloeien, maar niet helemaal zoals ze moeten. En we zitten heel erg vast in het hoofd. We liggen daar waar wakker. Dus ja, iemand die vol gas wilt, de andere niet. Of in ieder geval een gevoel heeft vast te zitten. En er is wat emotionele geremdheid in het verhaal. Dat is het advies. Want het advies is ja, een droom die waar die uitkomt. Schildknaap van pentakels. De geliefde. Het oordeel. De koning van kelken. De ster. Maar er is hier iets dat niet tot een overwinning wordt gebracht. Het is niet in harmonie. Oké. Ik heb de geliefde. Een keuze maken vanuit het hart. Tweelingen energie. Je hart volgen. Het oordeel. Een verlossing, een halleluja moment. Een versie 2.0 die herrijst uit de dood. Nieuwe fase. Een verlossing, oké. Kies vanuit je gevoel. Ga je dromen achterna. Verlos je van wat je niet meer dient. Maar voor mij is het oordeel ook wel een halleluja moment. Het is alsof in het advies is er een cadeautje van het universum wat je moet aannemen, zoiets. Het voelt als eindelijk een verlossing. Er is een droom die uitkomt, dus droom. Maar echt zo wild als dat je maar kunt. We hebben een hele krachtige, potente nieuwe maan nu 30 april nog. In tweelingen. Dus dat is ook echt inderdaad vanuit het hart, vanuit gevoel. Dus manifesteer, want het komt naar je toe. Ik heb de schildknaap van pentakels. Dit is afkeer van een... Dit is inderdaad een nieuw begin, tastbaar en concreet. Maar dit is wel afkeer van gezag. Iets dat onvoorzichtig is, iets waar geen compromis in gevonden wordt. Blijf, ja, hou koppig vast aan je eigen visie, zou ik hier een beetje willen zeggen. Maar dit is wel iets stabiels. Voor mij kan het ook een nieuwe opleiding, een cursus. Dit is leergierig, nieuwsgierig. Dit kan wel een financiële meevaller zijn. En de vier van pentakels. Iets waar je koppig stug aan vast hebt gehouden. Ja, ik heb hier wel financieel... Er is achterdocht. Het niet vertrouwen. Begint ineens kaart te reden. Voor mij zit wel, zeker die twee te samen, het loslaten van iets waar je koppig aan vast hebt gehouden. Tot of het nou werkt of niet, of het constructief is of niet. Hier laat je dat los. En kies voor je gevoel, voor je vanuit de hart. Oké, maar je laat hier iets los. Het kan financieel een kleine tegenslag zijn. En toch voelt dat als een droom die uitkomt. Verklaar de uitkomst. Dus ja, rust en herbekijk, herbezin. En dan heb ik een nieuw begin, tastbaar en concreet. Een kleine uitkomst voor mijn lieve steenbok voor juni. De ster, een dromenwens die uitkomt. Iets dat in de sterren geschreven stond, maar ook wel heling. Tijd nemen voor jezelf. Terug je balans vinden.
is veel intuïtie ook bij de ster. De 6 van zwaarden. We varen naar rustige waters. We zitten niet meer in dat interne conflict. Hier heb je alles aangelijnd op één lijn. Dankzij het feit dat je even tijd neemt om bij te komen en de situatie te herzien. Bekijk het vanuit een hoger perspectief. Blijf niet koppig vasthouden aan jouw zienswijze. Aan je. Laat je adviseren door anderen. Communiceer erover. Wat hebben we hier? De schildknaap van zwaarden. Nog een schildknaapje. Dit is inderdaad een nieuw begin. Leergierig, nieuwsgierig. Voor mij wel een beetje angstig. Van dit is een beetje de ja-maar-kaart. Ja, ik weet wel waar ik van droom en wat ik wil. Maar is het wel het juiste moment? Durf ik dat wel? Ja, ik heb het gevoel van wel. Je hebt hier helderheid. Je beslist voorzichtig. Voorzichtig. Je vaart naar rustige waters. En er is iets dat in de sterren geschreven stond. Een nieuw begin, tastbaar en concreet. Maar wat ik zeg, ook heel veel mentale en innerlijke rust biedt. Het is je gegund. Wat is het advies van het universum? Voor mijn lieve steenbok. De prinses van Kelken. Een nieuwe relatie of een emotionele ervaring. Uitnodigingen voor sociale gebeurtenissen. Een medelevende vriend waar je je zorgen mee kunt delen. Het is een pril nieuw begin in de liefde. Iemand die zich kwetsbaar opstelt. De 4 van pentakels. Gebruik je hulpmiddelen verstandig. Zorg voor een evenwicht tussen geld uitgeven en geld sparen. Wees zuinig. Zou ik hierop willen zeggen. En help mensen die minder fortuinlijk zijn dan jij. Het is inderdaad het koppig vasthouden aan wat bepaalde veiligheid, stabiliteit of innerlijke rust biedt. Maar ik heb hier het gevoel dat je dat loslaat. Mag ik nog één kaart? Van het universum. Dank u. De aas van zwaarden. Helderheid. Beslis. Laat je niet afschrikken door moeilijkheden op je pad. En die moeilijkheden zijn er, maar het heeft je wel gebracht tot waar je nu staat. Het is belangrijk helder en correct te communiceren. Geweldige nieuwe ideeën die uitgevoerd zouden moeten worden. En hier heb ik absoluut ideeën. Dromen. Maar ik krijg hier het gevoel dat je een soort van cadeautje van het universum krijgt. Waardoor je kunt verlossen van iets. Ja, dat was voor mij. Het is bijna zover, hè? Want het lijkt mij hier precies zover. De goddelijke timing is er. Tweelingen energie is het moment voor steenbok. Wat mag ik nog weten? Laat de wereld waren jij zien. De volle maan in Waterman. 3 volle maanden hier. Dus we hebben heel veel timing. Maar. De volle maan in Waterman is 12 augustus. Dus laat de wereld de ware jij zien. Oké. Okay. Een persoonlijke issue komt tot een oplossing. En dat is de volle maan in Kreeft. En die is in januari. Net voor jouw verjaardag. Rond jouw verjaardag. Dus een persoonlijk issue komt tot een oplossing. Okay. En conclusies zijn binnen handbereik. De volle maan eclipse. Nou hebben we net de volle maan eclipse in Schorpioen gehad. Ik vind hem nog voelbaar. Maar dus misschien is dat, was dat een belangrijk moment van inzichten. Een volgende eclipse seizoen is volgens mij november. November, december. November. Wat is de boodschap voor mijn lieve steenbok? Vertrouw op jouw eigen weg. Als je wist dat je werd gesteund, wat zou je dan doen? Je wordt hier gesteund, je wordt hier geleid en geholpen door het universum, voor mijn gevoel. En wat zou je dan doen? Durf jij te springen? Ik denk dat wel. Voorzichtig. Met één teen in het water eerst. Maar je gaat wel richting iets dat in de sterren geschreven staat. Mijn lieve steenbok, ik ben heel benieuwd hoe dit voor jou persoonlijk resoneert. Dus laat me zeker iets weten. Ik ben altijd heel blij en heel dankbaar voor al jullie berichten. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik wens je een hele mooie maand juni. Geniet van de cadeautjes van het universum. Een droom die uitkomt.
geniet ervan. Ik stuur je alle liefde en licht toe voor de komende periode. Ik dank je wel voor het kijken en ik zeg tot snel.